jaarlijks, als de statistiek der branden uitkomt, dan krijgen we weer de cijfers onder ogen van het aantal onnodige uitdrukken die we met elkaar meemaken. Blijkt dat in 43% van de gevallen er sprake is van onnodige uitdrukken. En in 80% van de gevallen vindt dat zijn oorsprong in meldingen uit brandmeldinstallaties. Grofweg gezegd komt het erop neer dat we zo'n 60.000 keer per jaar onterecht uitdrukken op grond van de melding van een brandmeldinstallatie. En dat is iets waarvan we gezegd hebben, dat moeten we op korte termijn, dat moeten we op middellange termijn gaan terugdringen. Middellange termijn, zegt u, hoe lang denkt u ervoor nodig te hebben? Ja, dat is een beetje afhankelijk van de manieren en de wegen die we vinden om daar oplossingen voor te vinden. Op het moment dat het te maken heeft met wet en regelgeving zou het best eens een jaar of 3 tot 5 kunnen duren. Dus ik heb het echt over een project voor de middellange termijn. Misschien dat er quick wins zijn, maar ik ga ervan uit als we het substantieel terug willen dringen, dat we daar toch wel een jaar of 3 tot 5 voor moeten uittrekken. We benoemen het als probleem, de nodeloze uitdrukken. Dat hoeft misschien niet, maar waarom is het een probleem? Kijk, een probleem is het elke keer als je een voertuig, een autospuit de straat opstuurt, dan heeft dat tot gevolg dat we niet kunnen zijn op een plek waar misschien wel een echte brandmelding is. Dus het gaat ten koste van de dekking in het verzorgingsgebied. En zeker in die gebieden waar er sprake is van een niet zo zware dekking van de gebieden in de wat arme gebieden voor wat betreft de brandweerposten, kan dat een groot probleem opleveren voor wat betreft de aanrijdtijden bij een echt incident. Tweede wat erbij meespeelt is natuurlijk is dat er vrijwilligers zijn die naar de kazerne toe moeten. Het aanrijden naar de kazerne brengt allerlei risico's met zich mee. Wat natuurlijk niet onbelangrijk ook is, is een motivatieprobleem. Iedere keer moeten uitdrukken voor een onterechte melding is niet goed voor de motivatie van de vrijwilliger. En zal zeker ook zijn invloed hebben op de werkgever van de vrijwilliger die als hij terugkomt vraagt van het was zeker weer niks. Dus het heeft te maken met dekking, het heeft te maken met het gevaar tijdens het rijden naar de kazerne en het heeft met motivatie te maken. Je leest met grote regelmaat dat de brandweer al veel doet op lokaal en regionaal niveau om die nodeloze uitdrukken terug te dringen. We noemen dat zelf de klassieke methode. Kunt u daar wat over zeggen? Ja, ik denk dat ik zolang als ik bij de brandweer werk, en dat is inmiddels toch wel een hele lange periode, we met het fenomeen van brandmeldinstallaties en onterechte meldingen van brandmeldinstallaties, dat we daarmee aan de gang zijn. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de installaties. Het onderhoud van de installaties is echt veel beter geworden. We hebben veel geïnvesteerd in de instructie aan de gebruikers, de eigenaren van panden. Maar al met al moet je constateren dat dat niet de winst oplevert die we voor ogen hadden. Erger nog, als je kijkt naar de winst die we maken, wordt die eigenlijk volledig teniet gedaan door het gegeven dat het aantal installaties per jaar toeneemt. Dus per saldo, als we de weg blijven bewandelen die we niet bewandelen, zal het aantal uitdrukken niet omlaag gaan, maar nog blijvend stijgen. En waar ligt nou de verantwoordelijkheid in deze? Ligt dat bij de politiek, bij de brandweer? De brandweer zelf drukt het toch uit? Ja. Ligt het aan de gebruikers van de panden, de eigenaren, de bewoners? Ja. Nee. Brandmeldinstallaties zijn een essentieel onderdeel van de brandveiligheid in het pand. Het is niet voor niets dat in de bouwregelgeving het in een aantal inrichtingen verplicht is om een brandmeldinstallatie te hebben. Het gaat veelal om panden waar sprake is van grotere risico's, grote aantallen mensen, niet zelfredzame mensen, misschien panden waar sprake is van opslag of verwerken van gevaarlijke stoffen. Allemaal panden met een wat hoger risico. Het is terecht dat er iets gedaan moet worden aan het vroegtijdig ontdekken van brand, om daarmee dan wel slachtoffers, dan wel snelle uitbreiding van brand te voorkomen. Waar we naar moeten kijken is natuurlijk is naar de alarmopvolging van die melding. Want nu worden die meldingen rechtstreeks doorgezet naar de meldkamer van de brandweer en worden daar behandeld net als een telefonische melding. Dat betekent dat elke melding van de brandmeldinstallatie leidt tot een uitdruk van de brandweer. We hebben ook bij de evaluatie van de Schipholbrand gezien dat op het moment dat je niet direct het laat leiden tot een melding, maar eerst gaat terugmelden van is er al wat aan de hand,
dat het weer tot vragen leidt. Hè. Dus in die zin is een vertraging inbouwen of terugbellen is een niet acceptabele oplossing. In ieder geval in de huidige wijze waarop we er naar kijken. Dus we zullen moeten zoeken naar wegen waarbij dus we niet zeggen van het aantal meldingen moet omlaag. Maar het gaat met name om hoe gaan we de alarmopvolging van die melding, hoe gaan we daar naar kijken. Maar misschien zijn er nog wel veel slimmere oplossingen waar we op terechtkomen. Wat dat betreft is alles open. We willen daar zo breed mogelijk naar kijken, naar die problematiek. Maar per saldo is de opdracht die we ons gesteld hebben. We willen het aantal uitdrukken, willen we met zo'n 50% terugbrengen op de middellange termijn. En nogmaals, het gaat dus niet over de meldingen, maar met name over het aantal onnodige uitdrukken die meldingen tot gevolg hebben.